William Troost Ekong, voor de neutrale voetballiefhebber was het een heerlijke avond. Het spel golfde op en neer. En een 2-2 einduitslag, 4 doelpunten. Dus voor de neutrale toeschouwer was het een erg leuke avond. Ja, het was denk ik wel leuk om te zien. Omdat we natuurlijk veel goals waren gevallen en ook heel veel kansen waren. Maar de eerste helft zijn we echt niet tevreden mee. Dat was heel matig. Ook omdat wij niet konden voetballen. En we creëerden eigenlijk vrij weinig. En de kansen die we wel creëerden, die maakten we niet af. En de tweede helft was wel echt beter. Toen gingen we ook andere formaties spelen. En toen kwamen we wel in onze recht. En toen maakten we eigenlijk gewoon het spel. En er waren ze nog een paar keer gevaarlijk op de counter of kansen dat zij direct gaan voetballen. Maar voor de rest hadden wij wel, denk ik wel, de bovenliggende hand de tweede helft. Maar de eerste helft was echt schandalig van jullie kant. Ja, dat vond ik ook. Ik vond echt, ook op het veld, kijk, je voelt je dan ook ongemakkelijk. Want je kan niet voetballen. En je voelt dat zij je onder druk zetten. En dat je er eigenlijk niet onderuit kan voetballen. En dat zij ook elke keer kans na kans krijgen. En dan maken wij fouten en die worden dan afgestraft. En dan daar bouwen we natuurlijk al van. Het gekke is dat het in de tweede helft dan ineens wel kan. Een paar omzettingen en dan lukt het ineens wel. Ja. En krijgen jullie eigenlijk het publiekje stil? Ja, dat was ook zo. Kijk, we gingen doen anders voetballen. En we gingen verder door voetballen, meer 1-op-1 spelen. En daarom zag je ook dat ze soms af en toe wel gevaarlijk waren met een lange bal. Maar in principe, toen hadden we achterin wonnen we veel meer duels. En toen hebben we eigenlijk veel meer de bal gehad. En toen konden wij zo ook meer creëren. Hebben jullie niet spijt dat jullie niet zo begonnen zijn? Ja, ik denk dat we dat achteraf wel kunnen zeggen, dat we zo hadden moeten beginnen. Maar dat is makkelijk te zeggen achteraf natuurlijk. Ja. Tweede helft sta jij in je eentje daar achterin nog. En dan wordt het een paar keer toch penibel. Als er een counter is, kan het ook zomaar 3-0 worden. Dat was lastig. Ja, kijk, dat is wel het risico van die speelstijl dan. We hadden wel heel veel ballen gewonnen, dus het was... Het is maar een paar keer dat het wel gevaarlijk was, maar dan zie je wel gelijk dat het een grote kans is. Maar dat is dan het risico dat je neemt. En uiteindelijk is het misschien wel, vond ik wel een goede zet. Want eigenlijk scoren we nog 2 keer en hebben we er nog wel een punt uit. En misschien hadden we nog wel meer uit kunnen halen. Ja, als jullie het zo nu dan beter uitspelen, hè, dan wordt het misschien zelfs hier 2-3. Je kan het niet verwijten misschien, maar zo nu en dan zie je van als dan de juiste keuze wordt gemaakt, dan zou het wel eens heel mooi kunnen worden. Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht ook dat we af en toe wel grote kansen hebben die we af moeten maken. En dat is wel iets dat wel het hele jaar wel vaker besproken wordt. Maar ik denk dat het wel vandaag ook weer de tweede helft, dat we wel meer uit de wedstrijd hadden kunnen halen. De laatste weken sta jij iedere keer in de basis. Volgens mij is trainer Evers ook gecharmeerd van je. Hoe zie je de laatste wedstrijden waarin jullie eigenlijk toch waarschijnlijk zo goed als zeker degraderen, maar toch nog mooie tegenstanders krijgen? Ja, kijk, ik vind dat we gewoon tot de laatste wedstrijd alles moeten geven. En kijk, totdat wij echt gedegradeerd zijn, moeten wij ook niet daarover zo over praten en dan moeten we ook niet zo denken. En ik vind ook dat we gewoon de supporters ook gewoon op deze manier moeten bedanken en laten zien dat wij er nog steeds gewoon staan. Want zij hebben ons het hele seizoen al gesteund en we hebben hele lastige wedstrijden achter de rug gehad. En ook wedstrijden waarvan ik me ook heb geschaamd en dacht dat wij ook onszelf niet goed voor hebben gedaan. En de supporters hebben ons wel altijd gewoon ondersteund. Daarom denk ik ook dat wij dat nu ook aan hun moeten teruggeven en moeten laten zien dat wij ook gewoon door blijven voetballen tot de laatste minuut.